De deur zou snel opengaan voor huisvesting van licht tot matige verstandelijk gehandicapten. Maar tijdens het opknappen van het gebouw De Nederhof is asbest aangetroffen. Slecht nieuws dus voor zorgorganisatie Levin die de begeleiding gaat verzorgen. Het monumentale pand wordt leefbaar gemaakt door verhuurder Stichting Hendrik de Keizer. In totaal moeten er uiteindelijk 24 bewoners een plekje krijgen in het Honselse gebouw, waar eerder ook al een zorgorganisatie in zat. Het zal nog zeker tot het voorjaar duren voordat de cliënten hun intrek kunnen nemen.